Joh, kijk eens nu van. Volg mij, ik ben Roya Al. En ik doe nog steeds wat ik precies voor. En ik hoop echt dat hij wel gewoon gaat. De zaak waarom is het gewoon allemaal normaal doen. Of dat, want is het met mijn, ja, verzenden naar de laptop voor de video te bewerken. Dus daarom hoop ik dat. Ik ga lekker potje zullen doen. Want ja, dat is niet man. Ik kan, maar ja, die ga die wel alleen. Ja, je ziet het. Ik heb mijn webcam of wel als de tablet wat ik al had. Dat ik eerder had het fucking beelden op dan. Dat doe ik nooit meer. Zo. Die heb ik dus op mijn laptop staan. Terwijl, zodat je mij gewoon ziet. Ik ga geen hoofd erop doen. Ik heb nog geen potje gespeeld, dus ik ga naar de Dirty Dogs. Ik ga er bijna nooit heen naar Dirty Dogs. Echt. Ik moet ook nog even gewoon wat challenges doen, want dan ga ik sneller rank up. Daarom doe ik nu echt challenge. Ik wil graag sowieso het einde van het seizoen level 100 zijn. Ik ben nu 37. Ja, ik doe het ook niet te veel. Op dat, volgens mij, gaat volgende week echt sowieso één ding, wat ik sowieso nu even ga zeggen. Ik heb er niet aan staan. Ik heb er sowieso ook even een kopie van gemaakt van mijn EMA-sys. Want vrijdag... Vrijdag 13 maart is Legends Quiz EMA-sys weg. Terwijl dat wil ik er even voor hebben. Ondertussen, en als het dan even niet weg zit, dan ja, dan ga ik. Maar daar is ook een reden voor, omdat sommigen dachten dat dan alles dan gekild werden. Ik hoop niet dat hier iemand gaat landen, want dan ben ik heel pissig gedaan. Vind ik niet leuk. Maar sommigen die dachten als ze dan gekild werden door diegene. Nee, dat die eigenlijk gewoon één bot had. Ja, zo simpel is het. Dus en daarom willen ze dus juist. Motherfucker bot die met mij even lekker probeerde. Ik hoop even dat ik nu niet beschoten word, want ik wil even. Oh, die boot is hier weg. Oké. Omdat hier was het eerder op zijn boot. Ik ben bijna bot volgens mij die op mij probeert te doden. Omdat hij bijna op stond te wachten. Dat is nu net iemand, dan trapt hij me in mijn. Dan is hij dus even mooi dood. Oh ja, weer XP-charge, dat is fijn. Oh, alleen ik heb er even wat gisteren zo weer FIFA gespeeld. Dus ja, ik moet wel even opwarmen, want dat is iets anders gespeeld. Want ja, ik vind FIFA ook best leuk, dus daarom. Oh, hierin zit iemand.
sprayen met je E8. Kijk, weer zo'n default. Weer een default. Ik krijg niet een spectator. Homo. Weet je, ik had nog kunnen switchen en dan had ik gewoon door midden gesprayed. Maar in ieder geval, dat is niet. Maar, terwijl wat ik zei over die soft 1 was dus wat ze dus gaan veranderen. Zet Legacy uit. Want anders heb je kans dat. Hoe heet het? Dat zeg maar gewoon dat Epic Games. Ook weer what the fuck. Maar dat Epic Games gewoon een soort andere. Een hele andere aimassist aan jou geeft. Wat je niet gewend bent. Dus daarom zeg ik: zet aimassist uit. Oké, dit moet ik even doen, want dat kan ik nu niet zien. Ik kan het wel zien. Ja. Dan heb ik even, hopelijk wordt dit potje beter, niet met zo'n fucking vuile sprayer. Want die sprayers, daarom vind ik het dan soms ook een beetje saai worden. Terwijl af en toe dan, ja, dan word je bij sprayers gezet, echt bij zoveel. Dan is het echt, dan land je bijvoorbeeld, dan land ik gewoon in Holly. Gewoon, hier heb je dan de buslijn, hier bijvoorbeeld, ja, dit is een perfecte plek waar best wel wat mensen heen gaan. Maar dan, echt, dan zie ik even één man of zo in Holly en dan daarna dan zie ik er even helemaal niemand meer. Dan denk ik echt, guy, is Fortnite dood aan het gaan of zo? Echt, je ziet het gewoon. Je ziet gewoon hoe dood Fortnite gaat. Het gaat sowieso gebeuren met die emails als ze dat niet gaan uit, als sommigen dat niet uitzetten, omdat ja. Ze kunnen daar gewoon dan niet meer fijn mee spelen. Als ze dat dan vergeten te doen. We hebben een hele andere inbussen staan en dan kunnen ze het niet meer verzet hebben gehoord. Dus daarom doe dat echt als jij volgende wil blijven doen. Maar dat heeft ook andere dingen hoor. Want ja, Epic Games is eigenlijk anders dan EA. Want bij Epic Games heb je nog wel eens wel bugs. Ja, en bij EA bijvoorbeeld niet. Terwijl je hebt EA is het ook wel eens, alleen minder snel, snap je? Dus minder snel is het. Ja, doei. Jammer dat je die SMG vergeten was. God. Jammer dat je die vergeten was. Anders had hij mij misschien nog kunnen hebben. Ja, ben ik lekker en dan wil ik Arena doen, maar ja, dan heb je dus ja, grote spelers. En ik wil ja, wel graag even opgelanden voordat ik Arena ga doen. Ik heb wel veel om. Ik weet nog wel, maar ik krijg een kut om je bouw niet te leggen. Hey, ik bouw niet zo lekker of zo. Blijf nou mooi campen. Vieze vuile. Vieze vuile. Vieze vuile. Zo noem ik hem. Dat is gewoon een vieze vuile campert. Kijk hier. Oké, ik moet even kijken tussen de namen zetten.
Het Ja, dit is beter. Die staat bij mij gewoon op PC, maar die werkt niet meer. Want ik heb andere. Want ik heb advanced options. Echt. Ik ga toch nog een keer aan de setting. Want iets voelt niet lekker zo. Het voelt niet lekker. Is dat nou dit ding? Ik ga deze op dezelfde zetten. Kijk dan iets. Kijk, ik draai. Ik wil. Hoezo? Oké, ik moet even in mijn hokje. Iets voelt er niet lekker. Oké, iets stond er bij mij uit. Dat stond heel laag. Want echt, het leek echt, ik speelde echt. Ik voelde gewoon dat ik echt niet lekker speelde. Dit is hoe ik altijd normaal speel. Alsnog, loopt die af of zo? Ik weet niet van dat hij SMG weer te spelen. Af en toe verandert volgens mij zijn setting. Dat is ook heel naar. Zoals de vorige keer heb ik dat gehad. Toen stonden echt bij mij zo'n tips en alles aan. What the fuck? Wat heb ik zelf hier aangezet? Dat is wel zo vervelend van Fortnite. Holy shit, deze neem ik zeker mee. Stom ding. Oh, het is niet wel. Motherfucker. Kijk hier ook weer zo'n. Had geen. Maar ik ga ook wel voor een lang kabel in de top. Omdat. Ja, af en toe. Ik speel FIFA, af en toe dan glitch je een beetje. Dat doet hij een beetje glitchy, zeg maar.
En dan heeft hij een beetje ja, bugs, omdat hij draad er zit. Kijk, dat is ook echt best glitch bij mij. Dat die trap lag, als ik van ver kom. Of omdat ik gisteren naar mijn dingen heb gekeken. Daar kon ik echt net niet mee beelden. Nee, is nou serieus. Oké, ik haal het als hier de eindcirkel wordt, hier een wieping. Omdat, ja, dat is hier niet stel dat nu een paar bulb battlers in zitten. Dan, al die bomen is niet fijn. Er zijn een aantal wat bots geweest. Ik weet niet of ze er nog steeds zijn. Die guy die had gewoon een rocket aan en hij gebruikt niet. Hij gaat dan ook wat pushy doen. Nou, dat is denk ik niet van bots dat. Dat kan niet van bots zijn. Dan zijn twee hele goede bots. Die bots plaatsen in dingen, maar rennen ze weg. Die dingen. Oh, ik moet ook die zipline, dan kan ik een XP mee krijgen. Holy shit, hoe dat deed. Dat was voor mij een soort glitch of zo wat ik deed. Maar ik weet niet, ik ben niet zo fan van mij. Dan weet ik wel het experiment en dan ben ik wel leuk van. Nee, niet dat hier de eindcirkel is. Er gaat iedereen lopen campen te slopen, dat weet ik niet al. Maar waarom denk ik dat ervan? Ik ga wel even die vaat hier af. Dat vind ik wel even fijn om die te pakken. Hmm.
daar is iemand. Ik weet niet waarom ik hem daar heb gekregen. Voor jou het iemand is wel een gevaar. Nee, dit is ook weer van die fucking hof. Nee, is de boomboog terug? Nee, en ik heb zo'n knop camp als een motherfucker. Daar kan ik dus niet tegen, maar ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Dus ik even bedankt voor een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren onder de video, dat bij klikken naast haar nekknop staan. Dan zeg ik altijd adios.